Pannenkoekoeko, Pannenkoekoeko. Hoi, hoi, hoi. Joyce. Marie, heb jij je niet vergist? Je gaat specifieker moeten zijn, want ik weet niet wat je bedoelt, Marie. Je hebt een broeksriem rond je hoofd. Ja. En? Een broeksriem rond je hoofd. Joyce, een broeksriem is voor in je broek, want het heet een broeksriem. Ja, ja, dat weet ik wel. Maar straks dan gaan wij pannenkoeken eten, toch? Wel ja, ik kan daar niet tegen als mijn haar de hele tijd in mijn gezicht hangt. Dus ik dacht, ik steek het gewoon even op. En ik had dit nog liggen. Maar Joyce, zo ga ik met jou geen pannenkoeken eten, hoor. Oeh. Nee, niet met die broeksriem rond je hoofd. Maar... Volgende keer moet je voor fashionadvies naar mij komen, want ik ben een echte fashionkenner. Dus je wilt zeggen dat ik geen pannenkoeken mee mag eten als ik dit op mijn hoofd heb? Exact. Maar wat moet ik dan aandoen? Want ik kan daar echt niet tegen als ik de haar in mijn gezicht heb en dan dat stop. Ik heb daar de perfecte oplossing voor. Wat? Tada! Een scrunchie. Een squatty? Een scrunchie. Dat is geen normaal elastiekje, dat is een scrunchie. En dat was vroeger super hip en dat komt stilletjes aan terug helemaal in de modewereld. Ah, ja. Oké, dus jij wil eigenlijk zeggen dat als ik de scrunchie-wunchie in mijn haar steek zoals jij, dan mag ik mee pannenkoeken gaan eten? Bingo! Ieder. Oh, yes! Oké, dan wacht ik. Moet eerst deze riem... Ja, ik wacht wel. Wacht even. Moet ik helpen anders? Ja. Nee? Kunt jij misschien... Ah! Maar die is niet zo hard. Ja. Niet. Ja. Ah! Of harder. Misschien ga ik wel alleen eten dan. Maar een scrunchie nou?